Dat wij samen een heel mooi utopia hadden neergezet. Wij, hè? Ja, al zeker. Gaan we nog wel eens doen. Ja? Ja, toch? Ja. Ik denk ja, dat Carlo dat eens een keer op moet zetten. Nou, ik werk dan gaan graag. Wij met z'n tweeën. Ja, toch? Ja. Nou, ik kijk ernaar uit. Ivo, misschien kun je Wil nog vragen of hij of zij mee had willen doen aan Utopia. Ja. Wil, had jij nog graag mee willen doen aan Utopia? Ik had wel mee willen doen, ja. Maar het mag niet van Ron en het mag niet van Carlo. Nee, dan moeten ze je te lang missen, hè? Dan moeten ze me... Ze eten altijd bij me en de was en de, die kennen het allemaal wel. Maar dan kunnen ze nog steeds, want zij zijn, kunnen nog steeds lang komen om te eten. Ja, of eet je elke avond bij je? Nou, wel vaak. Wel vaak. Ja, wel vaak. Ja, nou ja. Ja, ik zou dat ook doen. Ik heb ook een keer bij u gegeten en het heeft heerlijk gesmaakt. Ja, zeker. Ja, dus ja. Ik zou er ook goed gebruik van maken. Jij zou het ook doen, hè? Zeker ja, weten. Ja. Je bent ook bij me thuis ook toe geweest. Ja, dat klopt. Oh, ik vind het zo leuk dat je er... Ik ben blij. Dat je er bent. Heb jij wel een microfoon op? Ik, oh ja, dan hoef ik niet zeggen bij jou zo te doen. Nou goed. Misschien wel. Ja? Of niet, wat wil je? Ja. We gaan naar binnen. Ja. Wil, dit ging hartstikke goed. Bij de andere Utopianen mag je microfoon wel bij hun mond houden. Ja, ik snap het. Nu bij Ivan was het iets te weinig, maar zometeen mag je echt hup erbij. Ja, oh, okay. ik loop wel los. Ja, loop wel los. Kan ik niet vallen. Anders liggen alle twee op de Ik maak de deur wel voor je. Oh ja, oh wat leuk. Ik heb het meteen niet meer koud. Nou, ik Ivan gezien nou, heb. Ik heb hetzelfde, moet ik zeggen. Heb jij het ook? Hey, Ivan. Jesse, hallo. Hoe is die gozer? Ja, goed man, hoe is het met jou? Ja, ik eerste vrouw hoor. Ja, zeker. Hallo, Wil. Hi. Ik kom je interviewen. Hi. Hoe is het met je? Ja, goed hoor, met u ook? Zeg maar jij. Ja? Wil gewoon. Oké. Okay. Weet je wel wie ik ben? Bosmaar toch? Oh, wat verschrikkelijk. Bosmaar toch, of niet? De moeder van Carlo. Ja, ja. Weet ja, je wel, hè? Ja, ja. Hoe is het met u? Goed? Of met je? Goed. Sorry. Ja, goed. Hey, ik ga hey man, alles goed jongen? Ja, goed man. Goed man. Leuk te zien. Leuk je te zien. Ja man, eens gelijk. Ja, tof. We hebben een taart meegenomen. Kijk eens. Want ik ben een grote fan van jullie. Ja, ik weet het. Vanaf het eerst, weet je het? Ja, je had al een keer een mailtje gestuurd ook, hè? Van ik zou best langs willen komen als er nog geen ruzie is. Ja, zoiets. Hoe is het ermee vandaag? Zijn er veel ruzies? Nu, vandaag niet. Nee? Nee, de afgelopen week is het redelijk rustig. Daarvoor was het echt oorlog. Ja. Ja. Ja, het zijn de laatste loodjes. Ja, die weegt het zwaarst, ja, hè? Zeker. Ja, dat is echt ja, zo, hoor. Altijd. Ja. Toch was het bij jullie minder, vond ik. Het, ja, is wel de, het is wel de finale, ja, dus ook, dat maakt het wel heel erg... Ja, ja, dat is maar het... Ja. Het is de Wil, finale, Wil, is altijd heel moeilijk. Ja, de finales zijn wel altijd heel erg moeilijk. Dus er komt wel extra competent... Ja, extra vind ik wel. De, ja. Je wordt oplettender. En als je dan, als iedereen gewoon zichzelf zou blijven, was er niks aan de hand geweest. Ja. Maar jullie zullen het ook wel mee hebben gemaakt. Ja, mensen bevinden zich ineens op plekken waar ze nog nooit eerder zijn geweest. En in sommige situaties word je gedwongen door beslissingen te nemen die je normaal gesproken misschien ook niet zou doen. Dus, ja. En dan word je ook toegedwongen door alles wat er gebeurt. Maar ik vind het wel leuke tv, een beetje ruzie. Ja, ja, anders wordt het heel erg saai. Hè? Anders wordt het zo saai. Nou, echt leuk. Nou, ga mee, we gaan. Ja, leuk dat jullie zijn. Ja. Ja. Vind je het leuk dat we er zijn? Ja, absoluut. Ja, okay. Absoluut. Nou, ik moet steeds die microfoon bij. Dit is voor jou ook de eerste keer dat je hier bent hier geweest? Hier ben ik, ja. Zal maar ik, zal ik anders? Zal ik, hey, zullen we anders een goede samenwerking doen? Dan hou ik de microfoon voor je vast. Ja, neem ik dat ding. En dan hou ik het ook nog bij iedereen. Ja, hij moet naar binnen. Ja? Want gaan we hij... Doen? Goed. Oké. Okay. Nou, welkom op het terrein van Utopia wat 2. Wat enig, ja. Ja. Zal ik misschien even in het midden lopen? Ze staan er allemaal. Oh, ze staan daar ook met een vuurtje, zie ik. Met een vuurtje hebben ze, ja. Iedereen is lekker buiten. Hé, hey, en hoe is het hier, Jesse? Ja, gaat zijn gangetje. Ik zit hier nu bijna een jaar, hè? Goed, man. Ja, ja, jij weet hoe het is. En houdt het een beetje uit? Hè? Ja, op zich wel. Ja, een comeback heb ik inderdaad ook gemaakt. Dat klopt. Ja. Maar dit is ook de zoveelste comeback voor jou, hè, Wil? Ja. Je bent zowel in één als... en ook twee. Twee meerdere keren geweest? Nou, hier ben ik nooit geweest. Hier niet? Okay. Ja, ze wilde het wel, maar ik had zo druk met Carlo, hè, steeds. Ah, ja. TV, ja. Continue, maar ja, nu op de valreep alsnog, hè? Hallo! Nou, dat is een warm welkom. Hallo, jeetje. Leuk! Dag, dames en heren! Hallo! Dames en heren. Goeiedag. Ik ben als fan, heb ik een taart meegenomen. Oh, lekker. Wat lief. Zijn we eigenlijk lief voor u geweest dat u dacht, nu komen we langs? Nou, ik ga kijken of het nog liever kan. Oké, okay. Dank u wel. Mag ik u drie zoenen geven? Het heeft wel lang geduurd. Hallo, welkom. Hier is Ivo. Goeiedag, chef. Hallo. Aangenaam. Aangenaam, leuk je te ontmoeten, man. Ja. Leuk dat je er bent. Hallo. Hoi. Wat leuk dat u er bent. Ja, goed, met jou ook. Ja, zeker. De grootste Utopia-fan. Welkom dan. Ja.
Hey man. Hey. Alles goed, jongen? Ja, lekker. Ja, goed zo. Ja, goed zo. Goed. Heb je dat leuk zo? Gaat het? Ja, ja, ja. Het geloof. Nee, nee. Eindelijk dat je er een keer bent. Ja, ik had een kleintje gekregen. Ja. Oh, wat leuk. Ja. Dat kun jij toch? Ja, ja, ja. Ja. Zo leuk. Nou, wat komen we hier doen, Wil? Maar geen, ik heb hem. Ja? Nee, is goed. Jij moet gewoon, we moeten steeds. Laat ze weten hoe het werkt. Ja, weet nog wel. Dan hou ik het wel voor de rest een beetje vast. Nou, ik wil hem al vasthouden. Maar jij hebt toch ook een microfoon? Ik heb er ook eentje. Nou, hoe gaat het met jullie? Ja, goed. Gaat het nog goed of gaat het wat beter? Wat? Ja. Want ja, eigenlijk wil ik graag vragen of jullie een klein beetje liever met elkaar zijn. De laatste weken, maanden, ik weet niet hoe lang het duurt. Maanden? Heel goed. Dan is het misschien nog wel leuk. Ja, laten we daarvoor gaan. Ja? Ja, absoluut. Dat is belangrijk, toch? Samenhorigheid. Ik moet even overhalen zeggen. Jij moet visagiste worden. Ja? Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Jij gaat zo bij de tv-fysicist. Okay. Ja, gaaf. Dat is mijn droom. Dus, Ja, ga, doe je best. Okay. Moet je echt doen. Okay. En ze kan mooi schilderen. Prachtig. Dank u wel. Met jou, hoe gaat het? Ja, wel goed. Ja. Ja. Je bent je baantje kwijt hiervan. Ik blijf erbij. Gert. Ja. Hoe is het met jou? Ja, wat beter denk ik. Wel? Ja, wel wat beter. Je ziet er wat beter uit. Ja, nou dankjewel. Ja, het was een hectische periode. Ja, het was wel leuk tv hoor. Dat was... Ja, nee, dat geloof ik. Maar ja, voor mij... Ik heb wel genoten. Maar ook alweer gehaald. Ja, wat lief. Goed. Koud alleen. Prima. Oh, dan ben ik gauw klaar. Dag! Welke utopia vind je nou het allerleukste eigenlijk? Ja, ook. Van deze utopia dan? Ja, maar ik vind ze allemaal even lief hoor. Dat ja, allemaal hè? Ja, geloof ik niks van. En als je er eentje zou moeten kiezen? Ik weet dat Carlo je ook altijd dwingt tot een keuze. Nee, ik kies niet. Nee? Nee, ik kies niet. Ik vind ze allemaal even lief. Ja. En ik vind het... Ze hebben allemaal hun best gedaan vanaf het begin. Hard gewerkt en gedaan. De enige wat ik even wil zeggen... is dat Shelley, die vond ik heel jammer dat hij eruit ging. Oh. Ja, ik niet. Oh. Ja, ja, en waarom vond ik het jammer? Ze was een goede kapster. Ze heeft altijd heel goed gewerkt. In het begin ook helemaal. Maar daar zijn er meerdere van. Jawel, weet ik wel. Maar... Voordeel is wel dat ze nu buiten is. En dan kunt u bij haar langs om te knippen. Ja, dat heb ik al gedaan. Ah! 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 Ja, dat heb je goed gedaan. Ja, het is wel echt ook wel een utopia, vond ik. Ja, ja. Ja, maar helaas was sprookje over. Ja. Ja, sprookje? Ja, dit is een goed sprookje hier. Leuk. Voor jij, toen ze eruit was? Ik volg niet. Ja, ik volg het wel, maar ik respecteer hun keuzes. Ja. Ik bedoel, zij moeten het met elkaar doen en blijkbaar had zij hun redenen om dat... Ja, is waar. Ja, dat dus, is wel zielig, een beetje. Snap ik. Ja, als je kijkt, dan bouw je wel vaak een band op met één of twee mensen van het programma. Ik weet van Utopia 1 was ik dat. Ja, was je. En blijkbaar is dat van Utopia 2 Shelley geweest. Kan dat? Nee. Moet toch niet? Toch niet. Nou, die iemand probeert weer wat uit te krijgen. Ik bedoel te zeggen dat Shelley vond ik wel in het begin helemaal Fiske, waar of niet? Absoluut waar. Ik ben het helemaal met je eens. Zelf, als een harde werkster, heb veel geld binnengebracht. Ja. En toen ze eruit ging, heb ik een traantje gelaten. Zoals het is. Ik heb hem toen op Instagram gezet. Ja, dat weet ik zeker. En het heeft geholpen. Hoeveel heb je gewonnen toen? Ik heb 2 keer gewonnen. Oh. Ja. 1 keer in 2015 en 1 keer in 2018. Als de ultieme utopiaan toen. Ja, maar had jij niet 50.000 of zo? Ja, dat was... ik heb wel wat meegenomen. 50.000? Ja. Dat was wel goed, hè? Ja, dat was goed. Maar ik hoop dat zij het beter doen. Want er gaat nog heel veel belasting vanaf. Dus, oh, ja. 25%, nou, toch? Wil, was het maar zo geweest. Dit is een keer taart. Ja, ik vind ook ijsjes enig. Ja, fantastisch. Oh, wat leuk. Heel leuk. Carlo en Ron. Oh, leuk. En de grootste toch? Oh, leuk taartje. Hallo Carlo en Ron. Fantastisch. Met de zoons. Met de zoons. Ja, wat leuk.
Hij is ook leuk hoor, Ron. Ja. Wat een leuke vrouw. Ja, die deed altijd te land, te zee en in de lucht. Ja, vond ik fantastisch. Ja, dat was en de leuk. Mensen op de markt haalden die weg. Hoe heet dat programma? Dat was een superleuk programma. Ja. Oh, grootste Utopia-fan staat. Ik ben de grootste Utopia-fan. Ja, er zit een stukje slagroom omheen. Halen we zo wel weg. Dat komt wel goed. Ja, super. Wil, misschien kun je met een paar mensen naar het vuur lopen. Met een paar Utopianen naar het vuur. Wilden ze mijn vuur gooien? Misschien. Nee. Nee, neem maar een paar mee. Rituele verbranding. Ja, nou, kom gezellig bij het vuur. Ja, zeker. Maar ze hebben een mooi vuurtje opgestoken, dus... Je mag hem lekker bij de mond houden, inderdaad. Bij de mond. Gewoon lekker met een paar... Het is dat je niet in de brand vliegt, hè, Brent? Dat dus. Nou, ga lekker zitten. Ja, ook met zo'n... Lekker bij het vuur. Ja, lekker warm. Kom lekker warm. Lekker dicht bij een vuurtje zitten. Kom zitten. Ja. Ja, dan moet je het aan de jongens van Shonies vragen. Nee, jij moet het zeggen. We kregen een beeldje dat ze een leuk bericht voor ons hadden. En iets leuks. Nou, welkom. Hier zijn een leuke verrassing, denk ik. Ja, de silo was ook vol, hè? En de silo. Oh ja, we hebben straks seks hier. Oh, daar zijn jullie mee bezig. Ja. Ga lekker zitten. Oh, het is wel wat lekker warm hier zo, hè, Phil? Oh? Nou. Ik weet alleen niet of u mij kunt houden, 105 kilo, Wil. Ja, yeah. Politiek. Je is wel wat gewend dan. Moet ik hem zeg maar. Ja. Ga maar bij een paar mensen vragen hoe ze het hier vinden. Of niet te koud is en dat soort dingen, weet je wel. Zal ik het een beetje nog voor schuiven? Ja, Marius, je bent de laatste tijd een beetje je baantje kwijt, hè? Absoluut, ja. Deel het. Ja, lekker. Hij neemt ook zo'n ontslag in als hij doorgaat, toch? Daarom hoop ik dat hij ook eens lang mogelijk doorgaat. Ja. Het duurt nog even. Yes. Utopia blauw. Ja, leuke seconde. Maar wie denken jullie die gaan winnen? Eén seconde, Wil. De cameraman is nog wel even bezig. Wil twee tellen? Twee tellen. Ja, hij is weer bezig. Oh, die cameramensen. Oh. Yes. Niet te laag, hè? Nee. Iets omhoog. Toch goed, Wil. Ja, Wil, hij is voor jou. Is anders. Je mag. Wel heel mooi. Ja. Maar kleiner, toch? Ik begin met jou. Yes. Ja, financieel gaat heel goed. Maar wel beter ingericht. Ja, gewoon niet. Ja? Waarom heb jij gewoon een stuk grond. Nou, heel veel mee. Ja, ik heb niet meer, omdat ik hem niet meer dicht krijg. Ik ben een beetje aangekomen. Nou, dat kan ik, vind ik niet. Kijk. Nou, net. Nu moet ik alles uit mijn jaszak halen. Wacht even hoor, dan doe ik hem gewoon dicht. Hij is natuurlijk liever, hè. Nou, ik heb moeite. Kom hier. Ja. Hey, misschien kan die bij je komen zitten. Ik moet het ding bij me halen. Ik heb een aanloop gevraagd of hij jou het na gaat doen in de tv-kantine. Mij? Ja, ik moet jou zeggen waarom. Ja, nou, ik heb geen idee eigenlijk. Nou, moet je horen. Als jij met iemand ruzie hebt en die lopen weg, praat jij nog een hele tijd. Ja. Ik zeg tegen Kalle, doe het ook, ga je hele tijd doen. Ja. Het is wel pittig. Maar hij heeft het niet gevolgd. Dus maar wil je dat wel? Zou je het leuk vinden? Ja, joh, prima. Ja. Oh. Ja. Nou, ik heb het op die manier nog nooit teruggekeken, maar ik heb het inderdaad wel heel vaak. Heb je nooit de tv-kantine gezien? Ja, dat wel, maar ik bedoel mezelf teruggekeken op die manier. Nou, moet je het hier doen. Ja. Voor jezelf reflectie. Hele verhaal. Ja, je moet toch ergens je hart luchten, hè? Ja. Ja, goed. Het hoeft toch niet zo lang te doen. Nou. Oeh. Oh. Misschien toch maar een keer doen. Zelfs de brandende houtblokken hebben het op mij gemunt. Moet je nagaan. Gaat goed hier. Nou ja, lekker. Nou, en verder. Met jou gaat het ook goed. Loop maar even heen, Wil. Ga maar naartoe. Ja, blijf lekker zitten. Wat ga jij doen als ik uit Utopia loop? Nou, ik hoop hetzelfde als wat u nu aan het doen bent. Ja. Ja, dat lijkt me fantastisch. Zeg maar ja. Ja, oké, bedankt. Ja, heel nou, ja, zo doen, Wil. Lijkt je leuk, lijkt je leuk. Ja, fantastisch, ja. Ja. Er is heel een crisis dus. Ja. Best jong. Ja. Nou, oh, ik zal het doorgeven. Ja, bedankt. Ja, doe maar een goed woordje voor me, alsjeblieft. Leuk, ja. 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 En daar wil je echt je hele leven over. Ja, door. Ja. Oh, leuk. Vind ik wel leuk. En jij? Dansen. Ja. Ja, nou, wij staan vrij. Ja? Luister naar de Big Ball. Ik heb toevallig vanmorgen nog een dansopleiding gezocht. Oh, dat is leuk. Dus het lijkt me heel tof om met dansen verder te gaan en daar nu verder te groeien. Dus, leuk. Ja.
Ja. Dus en wie weet. Mijn schoondochter heeft dat als werk gedaan. Oké, zelf dansen. Ja. Oké, ja, heel gaaf. Oh, wel leuk. Ja, dat is echt mijn droom. Daarvoor ben ik ook binnengekomen. Dus. Ja, ja, super. Ja, Eens. Ik denk weer hem snel weer. Dag. Wat ga jij doen als je eruit bent? Oh, dat weet ik nog helemaal niet. Nee. Nee, maar het enige wat zou het ook niet weten. Nee, het enige wat ik wel weet is dat ik nou op vakantie ga lekker naar Bali. Samen met Chris. Oh. En is Chris? Oh, dat weet ik niet. Weet je dat niet meer? Oh, die is er al uit, hè? Ja. Chris, die blonde, hè? Ja, die blonde. Daar is je ja. altijd samen in het ja, huisje. Ja, dat klopt. Ga je naar Bali? Ja, naar Bali. Wat leuk. Wel veel reizen. Ja, lang of 12 uur niet. Ja, joh, eitje. Oh ja. Ja. Dus je gaat eruit en ga je gelijk naar Bali of ga je eerst even bijkomen? Nou, ik ga eerst chillen natuurlijk, inderdaad bijkomen. Ja, dan tuurlijk. Ga ik kerst vieren, hoop ik. Of ik zit hier nog met kerst, ja, dat weten we niet. Nee. Nee. Nou, en als dan het nieuwe jaar voorbij is en ik ben jarig geweest, dan heb ik het vliegtuig in. Heb je al geboekt? Nee, maar ik ga er vanuit mijn tante. Oh. Die woont daar. Oh. Die microfoon die zit wel bijna in mijn snuffer. Ja, anders krijg ik mijn ontslag. We hadden het over mijn tante die woont daar. Dus, en die vliegt ook half januari weer die kant op. En dan gaan we met u mee. Oh, die vliegt daar weer heen. Met KLM ook. Ja. Ja. Of met. Of. Oh, hysterisch! Nee, eerlijk. Geen merken. Geen merken. Ik wil ook wel eens een reisje voor niks. Ja. Is leuk reclame goed? Ja, ja, ja. Oh. Waarom heen? Nee, ja. Ik wil niet zender meid, want anders wordt het slecht te verstaan. Nee, joh. Oh, er valt een zendertje. Ja, okay. Ik hoop dat jij heel ver komt. Ja, hoop je dat? Ja, ik ook. Nou ja, je was er als eerste bij. Ja, dat klopt. Nummer 8. Ja. Ja. Jij hebt ook in een hangmat geslapen. Oh, leuk, ja. Ja, okay. Nee, doe maar. Ik heb inderdaad in een hangmat geslapen. Vind je dat onbeschoft? Ja, ik zat bijna bij... Nou ja. Ja. Dus jij hebt nog heel koud in een hangmat. Ja, zelfs in november nog. Ongelooflijk. Ja. En leuk dat was. Was het leuk? Ja. Leuker dan het huisje? Ja. Oh ja. Ja, weet je waarom? Dat doe je namelijk nooit meer. Dus ik ga niet in november in een hangmat liggen. Dat ik eruit denk, nou, ik ga eens even mijn hangmat buiten hangen. Ik ga er eens even in liggen. Nee, nee. En hier moest het wel. Ja. Dus daarom vond ik dat heel leuk. Ah, oh, gezellig. Ja, gezellig. Ja. Ik vind het leuk dat je er bent. Ja, oh, dat vind ik wel hartstikke leuk. Toen dacht ik, yes, ze komt eindelijk een keer. Ja. Want ik, stiekem ben ik wel een beetje fan van je. Toch wel? Ja, heb je het wel eens gezien, Wil wel? Ja, ja, ja. Met Carlo? Ja, vind ik leuk. Wil wel. Ja, je hebt twee geweldige zoons. Oh, kanjers. Ja. 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 Met Ron heb ik dan pas dat voetballen gedaan. Ja. Bij de Afro-Trus. Ja. Oh, weer de klant. Ja. Ja. Haast publiek omroep, maar ja, publiek. Ja. Nee, vind ik ook. Maar nee, maar het gaat goed. Okay. En Carlo is nu bezig met, even de andere kant ook natuurlijk, met de Christmas show. Oh, okay. Dat is geweldig. Ja. Dat is zo geweldig. En de tv-kantine. Ja, nou dat is nou mijn favoriet. Vind je die niet leuk? Ja, ik vind het toen leuk. Waarom zeg ik dat hij erin moet? Ja, joh. En dan babbelen, hè? Ja, ja, lachen. Ja, 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 ja. Ja. Ja, lachen mee. Ja, nog hier brullen. Ja, maar Carlo heeft niet gevolgd, jullie. Ja, ik ben je moet er wel even een tipje geven dan. Ja, maar het is om 6 uur, die tijd is vervelend. Maar hij kan toch ook terugkijken op internet? Ja. En ik neem alles op. Bij jou, hij neemt alles op. Jawel, maar hij heeft geen ik kan je niet vertellen hoe hard die werkt. Ja, nou, Ivan, je weet het. Ja, ik weet het. Het is een werker ongelooflijk. Ja, dat geloof ik wel. Ja. Ja. En Ronnie heeft bommetje gedaan, Ger. Bommetje? Met zo'n kussen. Dat is leuk, bommetje. Dat is lagen de mensen op en dan boem en dan... Ja. Ja, daar heb ik al wat van gezien. Maar dat is heel erg, hè, ook, hè. Oh. Oh, ja, ja, ja. We hebben ook allemaal een microfoon. Ja. Hebben jullie wel een microfoon? Ja, maar niet voor, ja, maar niet voor hun. Nee, die nee. Moet... Wil je een stukje? Zal ik bordjes halen? Als jullie... Ja, leuk. Ja, doe ik dat. Ja, geef hun ook maar. Oké. Okay. Ja? We gaan hem niet alleen opeten. Wat ik me nou afvraag is, door, zou je het niet leuk vinden om te blijven? Weet je, Ivan, weet je nog? Ja. Kom bij me zitten. Ik kwam ze bij heeft het bijna open, gedaan. Ja, open, hè, was het? Ja, Utopia 1. Utopia 1, met een koffer en de nieuwe inwoners. Met Carlo toen.
En toen zegt hij tegen me, weet je nog? Je blijft hier en je gaat niet mee naar huis. Ik dacht dat je dood ging. Ja. Vreselijk. Ik denk, wat, ik vond het zo smerig ook binnen. Weet je, ik denk, oh nee, moet ik mijn eigen suf schoonmaken? Oh, ik denk dat ik dat maar als een nee moet accepteren dan. Kom er maar voor niet in de silo. Nee, ik blijf niet. Nee. Ah. Nee. Maar Carlo liep al weg toen. En die liet me echt in je heen blijven. Ik denk, wat vreselijk. Ik denk, dat kan toch. Ja, en als die poort eenmaal dicht gaat, dan kan je er ook niet meer uit. Nee, maar nee. Ik ben achter hem aangerend. Ik heb hem dat wil ik niet. Maar ja, ik kwam al, ik moet eerlijk zeggen, ik kwam voor jou ook even. Ja, speciaal? Speciaal, ja. Nou. Dus nu gewoon lekker volgen vanaf de bank. Ja. Maar dat is ook prima, toch? Want uiteindelijk zie je meer dan ons. Nou, ik neem jullie op. Ja. En ik ga terugkijken. Dan kijk ik. Maar je mist echt geen aflevering? Nee. 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 Maar Wil, we hebben nu heel veel huisjes over. Ja, dus je kan ook gewoon blijven. En dan heb je gewoon een eigen huisje. Heb je gewoon een eigen vertrekje. Dan heb je best wel een mooi huisje hoor. We hebben echt nog gelijk gaat, over. Gaat Gert alles voor je schoonmaken? Ja, dan ga ik dat wel eens... Voordat je iets gebruikt, gaat dit schoonmaken? Nou, mag ik er even over nadenken. Natuurlijk, tuurlijk. Denk er rustig over na. Dat komt wel goed. Even over nadenken. Nee, dat komt goed. Ja, Osa komt met lekkere dingen. Ja, ik kom erop terug. Ja? Ja. Dan wil ik chocolademelk willen drinken. Nou, ik wacht even met over de plas. Ik moet altijd onmiddellijk als ik... Maar we hebben ook een wc. We hebben gewoon een heel zakje hergehouden. Ja, dat is wel netjes. Nou, dat wel. Ja, dat is wel netjes. Even snel een doekje overheen halen. Hij was gewoon afgeleverd. Maar misschien dat iemand anders dat wil doen. Maar wil je echt niks drinken? Nee, Osha, dank je wel. Heel lief bedoeld. Ik voel me wel bezwaard om door mensen te denk dat jij dit heel goed kan. Ja, ik hou wel even een kannetje water of zo. Het hoeft zijn we dan. Ga ik dat regelen? Wij zijn zelf met z'n achten. Plus, kan ik hier wel achter? Erbij. Oh. 12. Oh, wacht. Stop. Foutenboel. Ja. Je riskeert wel je baan, Wil. Je riskeert wel je baan. Ja, dat pak is volgens mij nu. Zeg, Ivan. Ja, Wil. Had ik jullie niet een grotere taart gegeven? Ja, die was wel veel groter, Wil. Oh, ik kijk ernaar. Ik denk... Je hebt hier ook geen favorieten. Maar toen jij nog kwam, waren wij met z'n 16 of zo. Ja. Ja. Ik kwam met zo'n taart. Ja, dat moest ook wel. Ik heb hem niet. Wat moet ik doen? Oh nee, niemand had hem vast. Nee, meer. Dus jij moet even aansnijden. Vind ik wel. Oh, dan ga ik hem aansnijden. Heb jij nou die hark over het hek? Of Marlène? Ja, maar mij niet hark over het hek? Ja, weet dat niet vroeg eigenlijk is Marlène? Marlène, kan jij die openmaken aan de andere kant? Dan gaan we hem leuk aansnijden. Ik weet niet, man. Ja. Rick omvergeschopt. Is Jasper? Zal we die dan ook moeten die doen? Die er ook afhalen? Ja? Ja, dat zou zo ook. Maar, hey, maar ik heb hier 2,5 jaar gewoond, man. Dat is van alles wat ik gedaan heb. Dat kan jij mooi opmaken. Of als je terugdenkt, dat je gewoon de helft niet meer weet. Zo ja, ik vind het ook heel erg leuk om te doen. Ja? Ja, nee, ik vind het heerlijk om te doen. Oh, het is, ja. Oh, ja. Ja, ze is het ja, wie zijn nou? Ja, die ik vind het heerlijk om te doen. Het is een stukje ontspanning ook. Ik deed het thuis ook altijd als ik verdrietig was. Of... En dat schilderen. Doe je het nog? Ja, af en toe. Verkoop je ze? Ja, ik verkoop ze wel. Ik heb ze alleen niet op de webshop staan. Moet je wel doen. Ja. Die ben je zo kwijt. Maar ze zijn wel te koop inderdaad. Ja. Mooi, die ene met het... De olifant. Lichtgevel. Prachtig. Nee, dat was een man, dacht ik. Ja, die man. Ja, klopt. Ik heb toen met het vertrek van Jens heb ik inderdaad een man en een vrouw geschilderd. De man, zeg maar, in galaxy-stijl. Dus in de lucht. En de vrouw dan gewoon. Leuk hoor. Zullen we de taart aansnijden? Ja, snij aan. Hoe gaan we dat doen? Schulden. Meer dan twee tellen. Meer ook. Kom erbij. Oh. Zo. Kom, vind ik wel gezellig. Kom erbij. Ja, maar ik... Vind je leuk, die foto? Ja, ik vind hem enig. Echt enig, ja. Ik vind het vooral ook leuk dat je er bent, na zo. Oh, wat fijn. We hebben ons weken erop verheugd en ik kwam maar niet. En ik had het eigenlijk opgegeven. Ja, dat is ook een goed teken. Ja, want ik doe dat... Was met ik ben een beetje zo. Ik heb het nooit gezien, maar van wat ik heb gehoord... Heb je het nooit gezien? Nee. Dat ik een heel programma met Carlo had moeten zien. Nee. Heel veel wel. Nee, maar met die filmpjes, joh, ik lag blauw om je. Ja, leuk hè. Ja, echt leuk, ja. Fantastisch, en dan lekker mee kinderen, heel leuk. Ja, ja. Ja, dat is... Wil je chocomel? Ja, doe maar. Zo, de Ron heen. Oh, hoppa. Klap de Ron. Oké. Eerst 15, nu 11,5. Kom je uit, Ja, ik denk het wel hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. 12 stuks heb ik. Perfect. Eén schoen. Yes, vuurkorf. Je wil de chocomel?
Ja, laat maar doen. Maar we hebben zo hard ons best gedaan. Ja, met 12. Ja. Wil je chocomel? Nou, doe dan maar een beetje voor je warm. Ja, het is koud. Moet kunnen jullie niet naar binnen? Nee, er staat een escape room voor ons klaar. Voor jullie? Ja. Dus vanavond? Na voor ze strak is. Oh. Voor hierna, denk ik. Dus ja, we kunnen de... We gaan de maffia gijzeling. Nou, ik vind het heel erg. Ik ben ook zo. Ik ben niet zo van de maffia. Oh. Weet, maffiabaas. Heb je wel eens meegedaan aan een escape room? Nee. Nee? Ik ook niet. Ik vind het ook spannend. Jij ook niet? Nee. Het is een soort puzzel in een kamer en dan moet je puzzels oplossen en dan vind je een sleutel dat je de kamer uit kan. Oh, dat vind ik vervelend. Ja. Dat duurt me te lang. Ik moet meteen gaan waar ik wil. Samenwerken moet. Ja, toch? Ja, gaat het schuit? Ja hoor. Zal ik even doorgeven? Ja, graag. Ja, bedankt. Dat is niet zo schoon. Of zal ik hem, wil je een stukje? Ach, even kijken. Wil je chocomel? Dankjewel. Ja, lekker. Nee, niet op dit moment. Ah, gelijk oversteken. Klus niet. Gelijk oversteken. Ja. Ah, gooi erop. Ja, suikers. Hoppatee. Ja. Ja. Ivan. Hey, taart. Ja, zeker weten. Ja. Die is vies. Dat zijn allemaal niks. Oh, ja. Iemand anders een chocomel? Ja. Nee. Nee. Oh ja, die lekker chocomel. Is alle borden zetten. Hij wil nogmaals ook voor de taart hoor. Ik heb wel zin in. Ik zat echt te denken, wat gaat er nu gebeuren? Ik wil een fiets. Ja, ze hebben wel met het bericht zou komen wanneer we het stoppen. Zo. Oh, Hisk. Ja, goed, ja. Zo, kijk uit hoor. Die vlammen. Wat er gaat gebeuren. Wel lekker warm. Ja, wel lekker warm. Wel eng hoor. Shirtje maken, ja, maar daar valt af en toe. Hij komt eruit, hè? We hebben eergisteren was het volgens mij een brief gekregen. Nee, sorry, dat had ik moeten zeggen. Dat er iemand vrijwillig trekken. Poort zou er 2 uur later zou die openstaan. Oké. Is niemand weggegaan? Nee, dankjewel. Thanks. Niemand weggegaan. En we zouden soms er ook in binnenkort te horen krijgen wanneer we stoppen. En binnenkort hier. Dat duurt nooit een week. Nee. Een paar dagen. Ja. En wie is er toen weggegaan toen de poorten opengingen? Niemand. Niemand? Iedereen wil graag hier zijn. Dan. Ja, terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is. Niet zo? Dagelijkse basis bijna huilende mensen die naar huis gaan. Dan staat de poort open en dan gaan ze niet. En dan heb je ze ook niet helemaal op een rijtje. Ja. Het is belangrijk in het leven te weten wat je wil, hè? Ja, hè? Je kan niet bijna dagelijks roepen dat je naar huis wil en dan is de kans er en niet gaan. Nee, ja, dus, ach ja. Apart. Ja. Lekker, jongens. Ik hoop dat hij lekker is. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Anders krijgen ze een ontslag. Nou, hij is lekker hoor. Is het goed? Ja. Oh, oh heerlijk. Nee, jij neemt niet, hè? Ik ben lactose intolerant. Wie is dat nou weer? Dan kan ik niet tegen melkproducten. Oh, ja. Hij moet er weg. Had ik wat anders voor je mee? Nee, maar dat is ook niet helemaal waar. Ik maak een. Ik jok, eigenlijk. Je hebt op dieet? Ja. Nee, geen trek in eigenlijk. Nou, ik ben nooit op die. Ik denk dat zij het harder kunnen gebruiken. Ze hebben heel lang geen taart gegeten hier, denk ik. Hè? Zij kunnen het hier harder gebruiken. Ze zijn hier in Utopia, hè. Ze hebben bijna geen eten, geen drinken. Nou, ja, ze hebben wel eten, hoor. Ja? Eet ze veel hier? Nou, ik denk dat ze de vriezer ligt nog vol. Oh jee. We hebben veel te veel eten. Je kan zo naar de voedselbank. Ja hoor, absoluut waar. En als je weet wat, er nog in het, wat we nog aan het fris hebben. En alcohol, dat is ook niet normaal. Ja? Ja. Volgende week etentje voor de voedselbank heeft. Is er mee bezig. Misschien kunnen we vragen of ze hier dat vaak taart hebben gegeten. Oh ja. Dat laat jij zo. En wat je ik kan mijn vrede stichten. Ja. Je hebt gezegd dat ze minder. Ja, maar dat heb ik al in het begin gezegd. Ja, maar hier is het gezellig met oh, taart okay. En zo. Nou, daar gaan we. Joy to the world. Ja. Oh. Ja, wil voor reactie. Had je nog wat te zeggen? Ik heb nog wat te zeggen. Oh nee, dat ding hoef ik niet. Maar je hebt nog wel een beetje taart op je lip, slagroom. Ah, dat staat toch ook niet. Wel, zeg. Wil je ook een microfoon vasthouden? Ja, mooi. Nee, ik moet het. Oh, moet je met ons weer wat vragen? Ik denk dat jij wat ging vertellen. Wat leuk, ik ben het even kwijt. Oh, de taart. Of ze vaak taart hebben gegeten. Hebben jullie meer taart gegeten hier? Is dit de eerste taart? Of? Nee, heel vaak. Nee, zeker niet. Adriaan die bakte natuurlijk taart, ja. Hè? Ja. Dat is zijn eigen bakkerij. Ja. Dat hartstikke goed wil. Nee, maar Adriaan bakte natuurlijk taart. Die had hij zijn eigen bakkerij. Dus die... Ja. Dus jullie hebben wel vaak taart hier. Ja, zeker. En de laatste keer taart, wanneer was dat? Die hadden we gekregen van... Van Jos. Jos. Oh ja, inderdaad. Jos. Oh. De meneer van de marktkamer. Ja, een sportdieet. Maar ja? Ja. Die kwam voor het laatst en nam die taart mee. Oh. Maar dat neemt niet weg dat we hier heel blij mee zijn, hoor. Tuurlijk. Dat is heel lekker ook. Ja, en maar ga je ze nog helpen met die vriezer vol met eten, Wil? Nou, ik heb net gezegd de voedselbank, hè. Gewoon naar de voedselbank maar of zo. Misschien kan je ook met kerst hier komen koken voor ze. Oh. Dat zou ook kunnen, ja. Maar ja, dan vind je dat leuk, Wil?
dan ben ik niet bij mijn gezin met kerst en daar hou ik niet van. Nee, dat kan ik me voorstellen. Maar nee, dan kom je dag kerst hier 2 dagen eerder, hè? Dan is het in de aflevering van kerst. Oh ja. Dan hebben wij zeg maar kerst gehad. We hebben ook afgelopen maandag al Sinterklaas gevierd. Ja, want wat ik zie is dat loopt terug, hè? Ja. Want het varkentje is ook al weg, zag ik. Ja. Weet je wat heel leuk is? Nou. De eenden komen bij mij wonen. De eenden? Ja. Oh, heb jij een boerderij? Nee, ik heb geen boerderij. Wat dan? Wel een groot huis. Leuk. Een grote tuin. Wat leuk. Ja, leuk hè? Kom zitten. Ja, nee, ja, nou, dat hoeft ook. Nou, ja, het is wel gezellig. Ja, dus, die komen bij mij wonen. Leuk hè? Neem je alles mee? Nou, zijn maar niet die gaan, zeker? Nee, dat zijn de kippen. Ik wil de eenden. Oh, die eenden. Lopen. Die gaan die kippen daar naartoe? Kippensoep. Ja. Nou, oh, dat kan niet. Nou ja, kip. Nou, en kippensoep, ja. Ik heb van de week kippensoep gemaakt. Ja. Als je, want mijn man had griep. Oh, ja, dan moet je kippensoep. Ja, dat hoor ik ook van Mariska. Ja, dat is echt waar. Dat maakt er niks uit. Misschien kunnen we een kip van hier ook meenemen. Nou, dat is een Heb je dus een droom hier? Ja? Die heeft ze hier gebracht. Oké, okay. Sorry. Ja. Ingrid mag best mee. Ingrid mag wel mee. Ja, Iedereen is hier vegan? Nou, jullie hebben ook wel eens geklaagd over de haan. Ja, daar hebben we zeker over geklaagd. Maar ik zou je graag een keer uit willen nodigen. Ik slaap nu in dat martelijke hufke. Nou, ze kraaien echt heel hard. Oh, vreselijk. Vroeger 5 uur zeker. Ja, maar daarna ga ik weer lekker liggen. Ja. Dat gaat toch 21. Dat is meer kinderen die dan denken. Ja. Het is wel leuk, hè, beesten om je heen. Hè? Ja, dat is wel leuk. Carlo heeft 4 katten. 4? Ja. En hoe heten ze? Lotje. Tommy. Lotje, Tommy. Lily. Nou, die andere ben ik even kwijt. Okay. Ja. Maar die heeft 4 katten. Ja, en Ron? Ron heeft een hond en een kat. Okay. En een schattig kindje. Ja? Leuk. Dus je bent oma, dus dat is leuk. Nou, dat was ik al lang hoor. Oh, ja, oh sorry, pardon. Ron had, ik heb al een kleindochter van 25 en een kleinzoon van 21. Dus je hebt er 4? 3. Kleinzoon, kleindochter en nog een kleindochter. Nee, okay. En Naomi werkt bij Carlo in het bedrijf. Ah, oké. Goeie koffie, hè? Wil je? Carlo heeft ook een... Het valt gewoon echt. Ja, dat is wel lekker. Ja, gewoon een bonen. Ben je vrede? Heel. Deze keken, man. Je doet musical. Ook met dansen en alles. Oh, lekker. Oh, ja. Leuk. Nou, wie? Leuk. Ja, leuk, hè? Wel nog eens. Wil je nog wat slagroom bij? Nee, ja, ba. Nee, ba. Wel lekker. Maar toch, ba. Maar juist. Het kan niet. Het gaat overal zitten. Ja, ik weet het. En je krijgt het er nooit meer af. Echt waar hoor. Hé, Ivan, toen ik je pas leerde kennen. Ja, was je toen wat zwaarder? Of nee, wat, minder zwaar? Ja, ik zou het niet zeggen, want je ziet er nog steeds even slank uit in mijn ogen. Oh ja? Ja, leuk, echt. Dank je. Kan ik er nog wel een hapje nemen, niet? Ja, ja joh, tuurlijk. Gewoon doen. Lekker hè, Brian? Oh, ja, even niet, kun je even koffie drinken? Oh, jullie hebben van de week pizza gegeten. Ja, top jongens. Nou, heerlijk toch. Af en toe mogen we ons mogen we elkaar wel een beetje wennen, toch? Merk je nu echt? Ik heb het ijs. Ja, vind ik wel. Dan zit je gewoon de hele tijd binnen, neem ik aan. Kom even bij me zitten. Ja. Heel veel hout erop. Is aflossing. Oh, ben jij niet aan het filmen? Hij heeft even pauze. En ik zit hier met een ding op. Nee, maar klaar hoor, hij heeft hem net neergelegd. Ja, ga lekker zitten. Ga zo verder. Nou. Nee, eet ik even dat op. Ja, en ik neem ook even een stukje taart. Ja. Lekker, lekker. Had je nog niet gehad? Dan? Nee. Nee, ik was even koffie en zo aan het pakken. Moet wel. Neem maar lekker stuk. Och, de plaatjes zijn er af. Ja. Ah, een stukje rond. Vind ik wel leuk. Ja, de koffie kan niet uitdoen, want dan heb je het koud. Maar je moet je wel... En de vorige legt daar volgens mij. Ja. Oh, de bab. Ja. Kijk. Hou op. In ieder geval, is voor jou om hier weer te zijn. Ja, wat leuk zeg. Ja, hier ben ik nu geweest. Ja. Dat mailtje dat we die hebben gekregen, dat was al een hele tijd geleden. Het is alsof je in je oude buurt komt. Er was een filmpje. En toen zei je dat je pas zou komen als het super lief is. Maar we zijn inmiddels 3/4 jaar verder. Wel andere gezichten, andere mensen. Maar ik denk alles. En dan kom ik langs. Hetzelfde een beetje. Nou, dat is lekker nog op de val, hè? Ja. Een beetje het Utopia gevoel. Het Utopia gevoel ook een beetje hetzelfde. Nee. En dat is ook een keer leuk om hier te zijn, denk ik. Ik vind het heel leuk. Heel leuk. Het is een ander terrein, hè? Ja, ik vond het wel een beetje zenuwachtig. Ik denk, ja. Misschien dat ze het niet leuk vinden of zo. Ja. Bekende, tuurlijk. Ja, want mijn pensioen is uitgezonden en alle dagen daarna dat ik hier ben, wordt uitgezonden. Oké. Ja.
Alle dagen daarna? Ja. Als ik vanavond zie, dat is dan van 2 dagen terug. Ah zo. Ja. Dus dan ga je 2 dagen daarna. Voor Ethiopië is het over 2 dagen komt het er dan. Ja, nee. Vanavond komt al bij Shownieuws, dat ik hier ben. Heb ik het goed? Vanavond bij Shownieuws, hè? Vanavond al. Ja. En dan gaat het naar maandag, dinsdag, woensdag. Oké. Okay. Oh, wat leuk. Een paar dagjes dus. Ja. En dan worden het allemaal in stukjes geknipt. Ja. Ah, leuk toch? Ja. Beetje verdelen. Wat verkeerd gezegd, zoals met die kip. Nee, dat komt er niet in hoor. Nee, voor mij weet je precies hoe het werkt. Ja, nou, oh. Met 2 zoons die in de televisiewereld zitten. Oh, je wil niet weten. Hm. Ik dacht dat Carlo gestopt was met de tv-kantine. Of was dat een tijdje zo? Je bent een soort oude taart, zeg maar, die naar kijkt. Zeg, oh, later als je groot bent. Ja. Nou zijn ze weer bezig. Ah, oké. Okay. Ja. Maar dat is sinds kort is dat weer dan? Nee, hij is nu bezig en dat wordt pas in. Oh jee. Maart uit. Maar het is wel leuk. Oké, okay. Maar is het ook een tijdje er niet op geweest? Het terrein is wel nee, altijd geweest. Altijd? Ja. Oké, okay. Hoeveel seizoenen al? Mooier dan die andere. Ja. Hoeveel? Nou, ze maken 1 seizoen en dan weer het jaar erop. Ja, dus ze doen 1 seizoen ja. van een paar weken, soms al 3 maanden. Zo. En dan stopt hij. En hij is nu met iets dubbel bezig. Met de tv-kantine, maar ook met de hoe heet het, Christmas show. Hmm. Ja, ik was vroeger een beetje een fan van Carlo en Irene. Ja? Met ja. Het monster van Tot. Ja. Ja? Ja. Oh, daar was ik doodsbang voor. Ja. Doodsbang. Ja, 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 ja. Doodsbang. Echt, ik heb op een gegeven moment die video, want het was een video, die heb ik gewoon weggegooid. Maar ik was er doodsbang voor. Jarenlang. Monster van Tot, maar ja. Er is een hele film van, hè? Ja, ja, die heb ik gezien. Ja. Dat Carlo dan die koning was. Ja. En, dat die, ah, fantastisch. Ja. En dat ik er dan later op terugkijk ook. En dan kijk ik nog wel eens filmpjes op YouTube en zo. Nog steeds doodeng. Ja. Ik denk van, nou... Ja. Hij heeft wel een leuke Sinterklaasfilm gemaakt, met Irene. Ook heel leuk. Ja, dat was een paar jaar geleden? Nee, nu. Nu? Nu. Hij is nu uit. Oké, okay. Ja, dat krijgen we allemaal niet mee, joh. Nee, niks. Nee, niks. Nee, niks. Ook geen social media en zo, helemaal niks. Afgelopen maandag een brief dat iemand... Maar over 2-3 weken zien we alles weer. Ja. Dat is wel het voordeel. Maar ja, dan zijn we hier niet meer. Vind je het erg? Wat ga je doen als je eruit komt? Ik ga lekker, ik ben nu bezig met muziek. Alle bezoekers erbij. Ik ga lekker vloggen. Ja. Even kijken, ik ga waarschijnlijk produceren. Ja. Dus ik ga eigenlijk een beetje ja, nummers produceren, om zo maar te zeggen. Dat wil ik eigenlijk gaan leren. Ja. En mocht ik bijvoorbeeld... Kan ik zo'n cursus volgen om dat zelf dan te leren te kunnen? Ja, dan wil ik daarmee. Je moet gewoon, als je er nou uit bent. En toen ineens zagen alle gelijke brieven schrijven aan de producers. Ja. Aanmelden. Ja. Ze komen niet naar je toe. Nee, natuurlijk niet. Nee, nee, dat moet ik zelf doen hoor. Dat moet je zelf doen. Ja, nee, dat weet ik ook. Ja. Uiteindelijk moet je alles zelf doen. Ja. Ja. Maar dat heb je hier ook al hoor. Ja, als je helemaal niks doet. Als je helemaal niks doet, dan. Ja, dan moet je zelf doen. Ja. Als je eruit komt, brief na brief, naar de producers, naar de. Alles. Dus kom niet naar je toe vanzelf. Nee, echt niet. Ik denk maar niet dat het bij Carlo anders komt, maar als je talent hebt wel hoor, dan komt het wel goed als je talent hebt. Ja. Nou, dan moeten mensen je talent ook zien hè. Nou, ik denk dat je eerst ook een beetje in het wereldje moet zitten toch Wil, en dan... Mijn kleindochter werkt bij Carlo, omdat ze heel goed is, ook producent. Ze is goed, als ze niet goed was, hadden we de weg gedaan weer. Ja. Maar ze is gewoon goed en iemand die goed is, ja, die hebt... Het vak. Ja, dat was dus niet prima. Maar het is hard werken. Het is niet lui, je moet hard werken. Ja. Maar liefde, doe jij nog veel dan voor tv? Nou, ik zal je zeggen, ik doe eigenlijk, deed ik altijd het hele bedrijf. Ja. Alles? Alles, alles. Financieel, boekhouding, alles. Maar ik ben 76. Ja. En ik werd me een beetje te veel. Ik dacht, ik ben de hele dag met hem bezig. Ja. Dus dat heb ik, hij heeft mijn personeel, een heleboel. Dat heb ik een beetje afgesloten. Want ik denk, ja, ik moet toch ook 76 en ik ben de hele dag maar met die televisie bezig. En voor Ron en voor Carlo. En, dus nu heb je personeel aangenomen. Hij heeft bij de NDSM, zegt jullie niks denk ik. Ik heb hier een heel gebouw. Zitten al zijn werknemers. Daar is hij weggepest, want daarnaast was een hele harde muziek, jongen, maar die... Kijk, je kan niet werken als er zo keihard muziek is. Nee. Dat hele harde.
Dus nu is hij wat anders aan het zoeken. Maar ik heb het een beetje afgestoten. Ik doe nog wel heel veel voor hem, maar niet meer alles. Want het werd me te veel. Ja, dat begrijp ik ook wel. Oh. De meeste mensen zijn met die leeftijd met pensioen. Ik ben bij het pensioen. Ja, liever, maar die doen allemaal, allemaal leuke dingen. Nee, daar heb ik geen tijd. Dat kan niet. Nee. En misschien dat ik weer terugkom met Carlo op tv. Dat zou ik leuk vinden. Ja, dat is die zondag, weet je wel. Ja. Dat is TV, het Carlo's TV Café, zeg ik het goed, ja. En dat vind ik ook wel leuk. Maar ik deed het toen elke week. En ik moet je zeggen, ik kreeg een envelop. Heb je het wel eens gezien? Ik kreeg een envelop en dan wist ik niet waar ik naartoe moest. Nee. Ja. En dan zat ik in de auto bij Carlo en die envelop. Ja. Dan moet ik daar en daar heen. Ja. Nou, de ene keer vond ik het leuk, maar ik moet je eerlijk zeggen, ik ging 's morgens, kwam er heel veel cameramensen met geluidsopname en alles. En toen ging ik met Carlo in de auto, wist ik waar ik naartoe moest. En toen 's avonds kwam ik thuis. Ik ging zo naar boven en ik was kapot. Dat geloof ik wel. Kapot. Ik was kapot. Maar wel heel leuk. Oh, wat denken we ervan? U bent. Blijf je hier? Ja. Wat wil je? Wil je blijven in Utopia? Nee. Oh, dat vind ik nou jammer. Nee. Ik had het wel gezellig gevonden. Gewoon nog even de dag door. Nee. Oh, oké. Okay, wil. Gaan we naar huis? Nee. Ik wil even dat jij met één of twee bewoners even een rondje loopt. Even bekijken hoe het slaapvertrek eruit ziet. Ja. De caravan. Oh ja. Dat je even wat dingetjes bekijkt. Mag je wel even bij de groep blijven nog? Dan wil ik toch even dat je vraagt van... Dat je net zei. Want je bent hier als vredestichter, ben je nu ook een beetje. De engel is... Ja, dat kan je wel. Ja, tuurlijk. Ja, dan. Heb ik allemaal man. Maar is iedereen er dan? Bijna. Jessie, die moet even koffie halen. Nou, Jessie, dat is wel belangrijk. Ja, nee, tuurlijk. Iedereen is belangrijk. Moet er ook bij. Iedereen moet erbij zijn. Oh. Oh. Gaan we jas even dicht doen vast? Nou, mag die ene zender af, Wil? Deze? Waarom? Mag die weg? Waarom? Die doet het niet meer. Daarom heb ik hier een andere zender omgedaan. Oh, ik vond het heel leuk dat jij ineens je zender om aan het... Ja, zo was. Doet hij het echt? Nee. Nee. Hoe weet je dat? Ja, dat kan ik je niet vertellen. Oh. Dat heb je soms... Dan moet dat knoopje weer open. Ja? Wat een gedoe. Ja. Ik heb meestal, als ik opnames heb, hang ik hem aan mijn broek. Ja. In mijn dinges. Maar ja, als je dan weer plassen moet, is hij wel eens in de wc gevallen. Ja, echt? Ja, leuk. Oh, dit was niet één. Je hebt er ook nog twee in zitten. Ja, maar wil je er zelf uit? Ik weet niet waarom. No. Waarom heb ik er twee? Ze hebben verschillende lengtes. Eentje van Tom? Eentje van mij. Eentje van ons? Is die van Tom? Doet jou is het niet meer dan? Ja, die doet het wel. Ja, die doet het wel. Het dan niet? Die van ons. Ja, die van ons. Oh, enig. Ja. Kan ik alles zeggen? Ja. Nou, nee, kan niet meer, je hebt al nieuwe. Ja, je hebt alweer een nieuwe. Die heeft Hiske net bij je omgedaan. Oh, dat is gevaarlijk. Ja. Hey Wil, je woont ook naast Carlo, toch? Ik woon naast Carlo in Landsmeer. Ja. Wat leuk. Hij rolt zo zijn bed uit. Ja, jij weet het, hè? Ja, hij is bij me geweest. Hij rolt zo zijn bed uit, zo naar binnen. Maar heb je dit of dat of dus of zo? Of wat dan ook. Dat is toch leuk? Ja, is wel leuk. Ja, dat had ik gezien, dat jullie naast elkaar wonen. Elke dag haast, ja. Kan je een beetje goed koken? Ja. Denk ik wel dan, als er ja. Ja, hè? Ja, ik maak alles vers. Ook lekker. Ja, ik hou ervan. Wat is een specialiteit? Bami. Oeh. En of nasi... Laat ik maar even staan. Ja, ik weet. Ik heb dat gedaan. Dat doe ik anders nooit. Dat doe ik nou anders nooit. Kijk eens. Ja, oh ja. Ik ben er. Tom, doet mij is het wel? Doet jou is het wel? Ach, oh. Als jou wil. Dank u. Ik wou vragen of jullie met vrede met elkaar om willen gaan. Een beetje liever. Heeft u ook tips? Ja, heb ik wel. Oh. Kijk, als je nou iets aan iemand wil zeggen... Mm. Wordt niet allemaal uitgezonden, want ze kniepen toch stuk. Maar, ja. Als je nou aan iemand iets irritants is, dan moet je het gewoon meteen zeggen. Mm-hmm. En niet meer rond blijven lopen. Mm-hmm. En niet gefrustreerd of wat dan ook. Want die paar maanden... Hoor je wat ik zeg, maanden? Hm. Dat je hier nog zit, moet je het leuk met elkaar hebben, volgens mij. Maanden? Zeg ik dat goed? Volgens mij weken. Weken? Ja. Want... En ook nog maanden. Nee. Maanden niet meer. Nee, eind december. Is... Nou, juist dan moet je zeggen. Hè? Is? Ja. Beetje leuk met elkaar. Ja. Vind jij niet? Ja, vind ik ook. Ja. Een beetje eens. Lachen, een beetje feest vieren. Ja, dat kan ik wel, lachen. Ja. Jazeker wel. Ja. Maar ben je erg gebrand om de finale te halen? Zeg het eerlijk. Ja, ik wil wel winnen. Zeker. Ik wil winnen. Ja?
Nou, yes, jij ook. Wil jij ook winnen? Ja, absoluut. Ik zou niet willen winnen. Nee. Waarom moet je winnen? Voor wie? Maak het leuk en jou het schelen. Dat geld en je paraplu. Mm-hmm. Toch? Nou, het is niet alleen het geld, hè? Het is ook de Wat titel. Is het dan? Het is ook de titel. Ja. Ja, dat, hè, Ivan, dat is de titel ook een beetje, hè? Titel is alles, hè? Toch alles, ja. Ja, jij was er ook gebrand op, hè? Ja, heel erg. Heel erg. Maar je had toch nog ruzie met... Dat is ook, als je ergens aan meedoet, dan wil je ook winnen, lijkt me, toch? Ja. Ik ben niet iemand die ergens aan meedoet en je denkt van... Ah, ik ga er even bij zitten en we zien wel hoe het eindigt. Heb je daar een punt, is? Nou, hij heeft zeker een punt. Als, ja, ik zou, als het een wedstrijd was, bijvoorbeeld een bokswedstrijd, dan zou ik ook willen winnen. Zoals Ivan dat zegt. En dit is wel een, ook een soort van een klein beetje wel een wedstrijd. Helaas. Ja, maar dat houdt toch niet in dat je op het laatst heel erg naar tegen elkaar moet. Nee, dat kan, ook, dat kan op allerlei verschillende manieren. En, precies. Ja, dat ben ik met je eens. Wel, hè? Ja, absoluut. Ja. Hadden jullie ook zo'n ruzie toen? Er waren wel heel veel ruzies rondom de finale, hoor. Kan je me niet herinneren? Ja. Ben ik weer kwijt? Ook de mensen die eigenlijk niet wilden winnen, wilden opeens winnen. Oh ja? Ja. Nee, ja. En dan, ja. En ja, dan, ik zag natuurlijk het... maar één winnaar, dat was jij. Jij kijkt het ook door een roze bril. Ik, ja. Ja. Was jij ook nog bij de Maar Wil, ik had ook helemaal geen zorgen, omdat ik wist dat jij achter me stond. Ja. Dus ik wist dat ik ging winnen. Ja, daar heb ik me helemaal hard voor gemaakt. Ja? Ja, ik heb op... Heb je heel goed je best gedaan? Ja. Ja. Op Instagram en met zijn zuster. Ja? Ja, heb ik gesmeekt. Gesmeekt. Oh. Ik heb ze 100 euro doodgegeven. Gewoon leuk. Nee, natuurlijk. Ja, dat vind ik leuk. Maar ik vond die anderen ook allemaal aardig en leuk, hoor. Ja, dat is nou maar onzin. Ah, ik vind iedereen altijd. Ik heb geen ekel aan mensen. Jij wel? Nee. Oh. Nee. Nee, ik vind het onzin dat iedereen mag van mij winnen. Maar het moet wel liefdevol gaan. Ja, Ger? Ja. Kijk maar. Ja. Liefdevol. Ja, nou dat is soms even moeilijk. Ja, en je hebt het niet in je hand, hè? Nee, je kan wel willen winnen, maar je hebt het niet in je hand. Een stukje lopen. Gaan we lopen? Ja, je mag met twee mensen die wil even een stukje op het terrein lopen. Oh, nou doe ik even met juist dingen kijken. Wie wil je meenemen, Wil? Ja. Oh, dat maakt me niks uit. Nou, jij mag kiezen. Nee, kom op. Wie gaat er met me mee? Ja, ik wil wel mee, hoor. Oh, mee met die handen. Wacht even. Zit het draadje nou? Ja, dat, even kijken. Dat zit allemaal wel goed, zo. Kijken. Zit het draadje toch gek? Waren er al twee? Kijk, dan doen we het even zo. Heb je ook een broekzak of heb je een binnenzak? Ja, hier. Ja. Nou, dan gaan we het daar gewoon lekker in doen. Ja. Dan heb je er geen last meer van. Nee, je mag nee, dat is hem niet. Is dat hem ook? Ja, kijk. Ik wist niet dat hij daar ook zat. Hatsaflats. Nou, ja, we... Op. Nee. En ze weer weg. Ik ga je over... Oh, Wil, vergeet de microfoon niet. Ivan, mijn microfoon. Ja, pas op jullie zelf. Ivan, ga je ook mee? Oh, misschien wel leuk. Ja, wie gaat er mee? Brendan en... Ze willen niet. Ja, oh, ja, misschien een leuke foto van jullie met z'n allen even snel. Oh ja. Nee, even een vraagje. Heb jij al dat ene voor het Facebook? Heb je dat al? Is al gedaan, ja. Is dat al gedaan? Okay. Even foto met z'n allen. Welke foto met z'n allen, sorry. Ja. Jij in de midden? Ja. Moet dat ding ook erbij? Je microfoon mag erbij, zeker toch, Wil. Hartstikke leuk. Enig dit. Enig. Yes, hebben we. Yay. Hoppatee. Had je voor Kalo ook nog wat... Heb ik nu gedaan. Ik moet over. Tot volgende keer allemaal. Hè? Jullie ook. Hoi hoi. Thanks. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Nou, hij moet je eerst even bekijken hoe lang jij babbelt als je vecht. Nee, Wil. Heel even Wil. Nee, kijk daar niet. Wil twee tellen? Twee tellen, Wil. Heb jij dat nooit gezien? Natuurlijk wel. Oh, enig. Even de zenders weer, denk ik. Ja, ze zijn allebei gevallen. Wacht even, ik moet even je jas Allebei doen. Gevallen? Ja, joh. Oh. Oh, leuk. Zijn ze nou niet stuk? Nee. Ja, ik ben verzekerd. Ah, nou, gelukkig. Dat scheelt weer. Fijn. Oh, je zou toch een dag met jou op stap moeten? Kom je niet meer heerlijk. Bij, man. Ja, dat is fantastisch. Hij vindt het heerlijk. Ja, dat geloof ik. Maar dan ga je weer mee dan? Ja, we gaan. Hey, maar jullie komen toch daar met thuis? Nee, zeker. Maar dan ga je weer een dag mee. Oh, ga wel mee. Volgende week? Ja, volgende week, helemaal ja. Maar je komt bij me thuis toch ook? Ja, zeker. Als de winnaar bekend is. Oh. Zoiets, niet? Over een paar maanden, Wil. Ja. Hoe komt iedereen best bij een paar maanden? December stoppen we. Misschien leuk in het voorjaar. Ga mee, jongens. Hey, Wil. Als jij even met hen gaat wandelen, dan maak ik ook even een individueel plaatje met de niet jongens. Weggaan, hè? Nee. Niet weggaan. Ga mee, jongens. Yes. Ja, gezellig.
Oh, wat een nare... Ja, het is zomaar niet even. Bij de microfoon overnemen. Ja, is goed. Ga ik hem overnemen, Wil? Neem je hem over? Ja. Oh, prima. Lekker toch? Even de handjes vrij. Even mijn handjes vrij. Moet je wel als je wat zegt, wat zeggen. En ja, dan moet ik het helemaal zo. Ja. Pas wel een beetje op waar je loopt, want ja, het is... Ger, wat een gedoe, hè? Ja. Oh, wel leuk. Leuk, die boot ook leuk versierd. Dat doen we met jas aan. Wacht even, Wil. Ja. Twee tellen. Als je je jas dicht doet, dan vallen de zenders af. Misschien heb je het op de rand klippen. Ja, dat begrijp ik, maar ik moet het opnieuw... Weet je waar we aan het klippen anders? Ik klip hem hier aan. Ja, klip maar. Dat is beter. Klip maar lekker. Klippen. Heb je al de aardig wat opgenomen? Ja, wel drie kwartier zo. Oh. Genoeg. Genoeg? Nee, ik moet nog een klein stukje. Oh. Werk je ook in de regie, Wil? Ja. Huh? Dat merk je wel, toch? Ja, ja, ja. Dat deed ik met Kabo altijd, hè? Ah, ja? Dat kun je ook wel. Ik had al een paar camera's, man. Hè. We gingen een keer naar Madrid opnames maken met The Walking Dead. En oh, gaaf. Zei ik, loop maar mee. En loop maar mee. En was, ja, is echt leuk, hoor. Ja, is geloof ik. Een leuke maar vond je dat ook, The Walking Dead? Ja! Nou, ik heb dus gehoord dat Rick nu in een helikopter zit. Klopt dat? Niks zeggen. Ah, spoiler. Rick is toch dood? Is hij dood? Op die brug is hij toch... Wil? Ah, nee, ik heb niet van niks. Oké, Rick is al dood. Oké. Nou, schrijf weer eens een boekje. Ik heb de seizoenen terug te kijken. Ja? Ja, anderhalf jaar geleden. Kijk, dat is bijna twee seizoenen. Wat is het geweldig? Het hoge... Het laatste wat ik heb gezien is toen Negan zijn keel werd doorgesneden. Ja, dat was wel erg, hè? Nou, ik vond wel meevallen eigenlijk, Wil. Ja? Twee tellen. Oh, 2, 1, 2. 1, 2, doe. Kom maar. 3, 4. Oh, tempo erin. Ja. Aardige pasjes. Hard. Nee, ja, wel. Waar gaan we naartoe, Gert? Zeg eens wat. Nou, waar zullen we eens naartoe? Gert is de hoofd van de rondleiding. Zullen we even naar het sanitair gebouw? Oh, dat is misschien wel het meest luxe van Utopia. Oh, ja? Ja. Oh. Ja, dat is dat jongstleden gebouwd. Dus, Oh, dat is wel netjes, ja. Heb jij gebouwd, hè? Ja, ja. Ja, samen met Erik. Alleen die ging op een gegeven moment weg en toen moest ik het een beetje afmaken. Oh ja. Ja, dat was even was wel even panieken. Een heavy, ja. Ja. Nou, dan gaan we even via de groene lopen. Ja. Dan moet dat wel eens over een losse. Ja, nou, meestal is hij niet groen, hè? Nee. Yes. Oh, hierop. Ja. En dit is ook, voor te plassen en te poepen. De wasmachine zo? Ja, daar staan die ook. Oh. Zeker. Dat ook mensen die minder verliezen zijn op de markt gewoon uit het toilet konden. Maar het is hier wel binnen, pas op. Oh, niet binnen. Nou, wel, huh? Waarom kan je niet binnen zitten? Zeker. Dat is wat warmer, hè? Lekker, nou, hier hebben we onze douches. Dat is douche 1. Nou ja, goed, kijk niet naar de rommel. Heb je nou even goed nog geld erin? Nee, dat heb ik gelijk eraf gehaald. Ja. Ja, vies. Gelukkig staat de camera er. Poep. Nou, we hopen dat er geen poep is. Nee, dat is geen poep, hoor, Wil. Dat is gewoon modder. Nou, het valt mee. Ik kan wel merken dat je bij de televisie werkt, hè? Nou, ik zal je wel vertellen. Ik ben een keer in een huis geweest van... hoe heet die naam? Hey. Die waren dan... Die, kan er even niet op komen. Het huis? Stop. Pablo Escobar. Het huis van? Met Callon, een item gaat. Die studeren, hoe heet die? Studentenhuis. Heb ik met Callon school moeten maken. Nee, joh. Jo. En dan werken ze erbij noemen. Ongelooflijk. Nou, Gerrit is zelf ook student? Ja, in een studentenhuis. Ja. Ja, dat kan een puinhoop zijn, hè? Ongelooflijk. Ik wist niet wat ik zag. Dat geloof ik best. Ik heb dat huis gewoon moeten maken met een paar mensen erbij, want dat kon ik niet alleen. Nee. Nou, het was verschrikkelijk gewoon. Ja. Toen ik naar huis ging, daar was ik binnen 3 dagen ben doodmoe van. Dat geloof ik best. Ja, waarom hou je die van mij? Ja, we hebben het praten. Ja. Nee, ik heb er één. Ja, je hebt er ook één op. Nou, en het laatste toilet is een vliegende toilet. Met beugels en al. Ja, die is wel netjes. Ja, toch? Ja. Gaan jullie hier nooit op? Jawel. Jazeker. Ja, had ik gedaan als jullie. Dat is, als ik weet, een van de meest favoriete wc's hier. Ja, die is netjes. Oh. Ja. Ja, het ziet er netjes uit. Echt waar. En nu poetsen jullie altijd je tanden. Jazeker. Ja. Dat zie ik. En, toilettasjes, hier staan de wasmachine en droger. Ja. En je hebt nog een kraantje. Nou, die gebruiken we eigenlijk nooit, maar het is leuk dat die er is. Wacht even, Wil, doe even totaal dat je eruit komt lopen. En Wil, misschien even leuk om naar die caravan te lopen zo. Ja, is goed. Oh, sorry. Waar gaan wij? Naar de caravan, daar naartoe. Toch een keer binnen. Vind je dat tof dat je eindelijk binnen bent? Ik kan niks zeggen.
Snap je? Huh? Ik kan niks zeggen. Nee, nee. Dat klopt. Nee, dat snap ik. Nee, dat hebben wij ook altijd hoor. Ja. Oh. Hey ho. Hey ho. Nou, het is afgesloten. Wel, het ziet er aardig uit. Keurig, maar ja. Het gaat toch weg. Aardig. Aardig. Gaan we nu heen? We gaan naar de caravan. Oh ja, dat vind ik ook leuk. Je moet nagaan, alle stenen zijn hier door onszelf gelegd. Ja, hè? Daarom loopt het ook een beetje scheef. Ja, dat geeft niet. Daar waren niet echt apparatuur. In die caravan, waar staan altijd lieve jongen die bakte die ja. taarten? Ja, Adriaan. Adriaan, die ja. hier, hè? Ja. Dat was hiernaast. Dat was hiernaast. Maar dan komen we zo. Ja, we gaan eerst even hier pas op een trappie. Ja. Dat is ook lekker utopiaans. Oh, ja, hoor. Leuk. Ja. Neem je niet mijn kont. kom binnen. Dit is ook het allereerste vertrek in Utopia. Oh, ja. Hoe komen jullie aan die warmte hier? Stelkacheltje. Ja, elektrische kacheltje. Nou, wie slaapt hier? Brendan. Hier slaap ik. Jij slaapt. Milena. Staat er naar huis te gaan. Ik ga naar mijn eigen jongens. Even terug. Hem. Wat zegt ze? Ja, nee, dat is de man die... Ik zeg tegen hun... Yep. Jongens, geef mij de microfoon weer terug. Ik ga naar mijn eigen jongens. Ik ben mooi geweest. Wacht even hier, Wil. Wacht even hier. Dat speelt wel de deur dicht. Ga je, kom maar. Ja. Pak je gewoon die microfoon uit de handen. Van hier met dat ding. Brendan, geef de microfoon, jongens. Ja. Ik vind het mooi geweest. Ik heb alles leuk gezien. Ik wens jullie... Zie ik de anderen ook nog eigenlijk? Ja, ik denk het wel. Hè. Ja. Ga je wel even afscheiden. Ja, nee, dat is helemaal leuk. Ik ga nou naar mijn eigen jongens. Dat snap ik. Nu al, Wil. Ja, nu toch al. Niet blijven slapen? Ja, je vraagt het wel. Ja. Ik heb mijn bed helemaal schoongemaakt. Nee, waarom naast Brendan slapen? Nee, naast jou. Oh, dus. Naast mij. Oh. Oh, nou. Oh. Oh. Jodely. Nou, we hebben hem. Yes, we hebben hem. Ik moet nog even afscheiden. Ja, tuurlijk. Geef Jan de microfoon maar. Zwaai maar even aan iedereen, want we moeten ook weer door voor... Oh, goed. Nou, nee, toch? Ja. Ja, het blijft wel televisie, Wil. Wat zeg je? Geef de handmicrofoon maar. Ik heb al besloten om naar Schetten te slaan. Oh, wil je de foto doorsturen naar ons? Maar ik, denk ik stuur ze naar iemand die denkt daar. Ja, naar mijn jongens. Ja, heel goed. Er is hier wat gedropt. Ja. Ja. Waar is Ivan? Ivan is aan het lopen. Maar die komt later. Blijft hij? Komt hij later? Blijft hij hier? Ja, dag Ivan. Oh, ik zou ook een vlugge foto met jullie allemaal aan de achtergrond houden. Woehoe! Blijf je hier? Yes. Hiske? Of je mag geen wil slapen? Is. Wat is er? Oh! Wil? Ja, je moet op de foto. Ja, dat moet je voor de kamer even maken. Top. Jij top, jongens. Of ga je ik wil heel graag nog even een individueel gesprek met een individueel. Met nou, Ja, Ivan blijft het plezier. Ja, nee, is goed. Ja, is goed. Ja? Ze bellen je wel weer. Ik heb een item. Wat slecht je weer. Heb je nog gemasseerd? Oh, ja. Oh. Oh, wat leuk was het toch? Ja, dat was heerlijk, heerlijk om de hele dag weer te vallen. Ja. En toen was het weer weggevallen. Ja. Ik hoorde dat het over een paar dagen is. Nou, dat leuk dat je er was. Echt heel leuk. Ja, vond ik heel leuk. Nu Wil. Hou je goed, jongen. Oh, heb ik al gehad? Superleuk. Om je een keer te zien. Hou jullie goed? Ja, helemaal goed. We groeten aan je zoons. En je weet wat je doen moet, hè? Visagie. Anders gewoon even Wil een bericht sturen. Tot ziens. Was gezellig. Ja. Hey, doeg. Dag meid. Tot ziens. Nou. En dan denk ik knuffel. Andere keer kom ik bij slaan. Nou, hartstikke leuk. Daar hou ik jou, Wil. Ja. Hartstikke leuk. Later ook, Later. Doei, doei. Doei. Ja, logisch. Doei. Ja, lekker, ja. Ja, we zijn met de paraplu. Doei. Goed, ja. Hey. Hey, hoi. Iedereen knuffel. Oh, goed. Jongens, tot ziens. Doei. 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 Andere kant. Daar is de boer. Ja, maar dan. Nee. Je zet al een stap achteruit. Ik denk, waar ga je dan? Doei. Doei. De groetjes aan Ron en Carlo. Carlo. Ga ik doen. Vind ik topper. Ja, leuk. Doeg. En doei. 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 Oké. Okay. Wat een oh, wat leuk mens, zeg. Okay, dus ik blijf nog heel eventjes een individueel gesprek met een aantal van jullie. Ik hoorde net wat
sappige verhalen. Ik denk, even kijken wat er nog meer allemaal gebeurt hier binnen. Vinden jullie het goed als ik zo meteen hier ben? Ja, tuurlijk. Ja, leuk. Ja, is leuk zo. Doe alsof je thuis bent. Maak even een gesprek met Frenny af. En dan kom ik bij de volgende. Ja. Zullen jullie nu ergens in een huisje of zo gaan zitten misschien? Hallo! Leuk was dat. Ja, leuk. Ik vind haar echt geweldig. Fantastisch. Oh, wat een leuk mens. Zo lekker eten. Ja, wel even oppassen in de silo. Dat we niet naar de escape room zelf kijken. We kunnen er toch niet in? In principe is de deur natuurlijk gewoon open. Wacht, wanneer gaan we beginnen? Zodra Ivan weg is. Okay. Ah, dit is... half uurtje. Ja. Maar ik denk dat het niet leuk is, toch, als we naar binnen gaan? Nou ja, ik ga gewoon vooral niet kijken, maar ik ga wel lekker warm naar binnen. Kan ik je vertellen erover. Wow. Wat een leuk mens, zeg. We gaan nog niet... Oh. Ik vind haar echt heel leuk. Ja, ze is geweldig. Hallo. Nee, maar weet je wat ik nou wel verwacht had? Nou? Dat ze ook zou vertellen wanneer we stoppen. Ja, nou dat is het niet. Of Iwan gaat dat dadelijk nog zeggen. Oh, dat denk ik dat hij dat gaat vertellen. Ja, dat zou nog best kunnen. Ja, kan toch? Ja, ja joh. Maanden. Dat ik dacht, nou Wil, dan weet jij meer dan mij. Maar eerlijk is eerlijk, ik had haar komst nooit meer verwacht in Utopia. Nee. Ik had het er pas geleden, of een maand of twee geleden, met iemand nog over. Ja, met mij had je het erover. Oh, echt? Ja. Oh ja, ik dacht, ja, die komt nooit. Ja, echt heel leuk. Ja, het is dat ik echt zo kijk en denk, hé, dat is Wil, man. Ja. Lachen. Echt leuk. Heerlijk. Leuke vrouw. Ja. Ik ken haar. En ze, volgens mij was ze nou 78. En ze werkt gewoon nog bij het bedrijf. Ze doet nog heel veel voor... Zo oud? Ja, joh. Oh, jeetje. En ze doet nog heel veel voor Carlo. Want ze zei, ik ben net gestopt met... Want ik deed de administratie, deze alles nog. Ze heeft sepsport net gedaan met Ron, zei ze. Ja. Ja, leuk man. Een hele leuke vrouw. Ja. Ik vind haar echt wel leuk. Ja. Super tof. Echt een lieve vrouw ook. Haha, ik ben echt leuk. Mijn dag is weer goed. Wat een leuk mens. Of iemand laat inderdaad net zoals Billy een brief achter. Ja. Dag Mark, ik maak het voor je af. Bril. Oh, ik vind haar echt leuk. Maar ik vind ook leuk dat iemand er is hoor, daar niet. Ja, ook, ik vind het ook leuk. Ja. Kan het wel heerlijk om Wil lachen. Oh, ja. Met die telefoon ook wel. Ik leg ze hem weer neer, zat sowieso. Wat kwam Ivan dan doen? Wat gaat hij je vragen? Nou, dat hoor je zo. Ik weet niet of iedereen hetzelfde vraagt. Geen idee. Wat vroeg hij jou dan? Genoeg. Ja. Okay. Oh ja, kom ook nog aan de beurt. Iedereen als het goed is. Ik dacht dat hij één keer gewonnen had, maar dat heeft hij eens twee keer. Want hij kwam wel terug toen hij in de finale week nog. Hij is Utopiaan van het jaar geworden. En heeft Utopia 1 gewonnen? Ja, een winnaar van Utopia. Ja. Ja. Althans, dat zei hij net. Ja, want hij kwam terug in de finale toen, weet ik nog. Ja. Zo. Koud voet hier. We gaan allemaal vegan burgers. Hey, even eten. Maar ja, we kennen niet naar binnen. Ik heb ook nog niet gegeten. Het zijn twee van die gourmet dingen. Ja, nou. Ik denk, ik ga nog wat eten. Ik kan niet naar binnen. Dan is het hele surprise effect ook een beetje weg, hè? Ja. Bij gebrek aan beter. Ja, ik zit ook maar te eten, omdat ik heb honger. Maar wat gaan we vanavond eten, jongens? Ik moet koken, maar wat is er in huis? Wat kunnen we maken? En nee, ik moet ook nog boodschappen doen. Maar ik heb het idee dat we niet zoveel nodig hebben op avondeten, nou misschien. Maar is er niet genoeg gourmetvlees aan? Er zijn aardappelschijfjes. Er is gourmetvlees over. Nee? Nee? Spinazie is er nog, aardappelschijfjes in er nog. Oké. Die Wil. Die Wil. Ja. Leuk mens. Ja. Hij heeft ze nou alles gezien? Er alleen maar een paar huisjes, volgens mij. Alleen maar het... Kevin. Frontier en de Kevin. Ja.
Een hele, hele leuke spektakel. Ja. Hallo. Jezus, jongens. Oh, lekker, lekker. Ik ga even roken. Oh. Jij ook even... Jazeker. Nee, het is koud, man. Hier is het wel lekker warm. Ja, wil je hier zitten? Nee, oké. Dat mag ik al wel, hoor. Ik had ook geen idee wie jij had. Ik zag een of andere lange jongen. Wat ook ik dacht, idee. Ach, oké. Okay. Ja, jij kijkt natuurlijk ook helemaal geen Utopia. Nee. Ik ook niet. Hij is wel groot trouwens. En toen hoorde ik, oh, dat is iemand. Toen dacht ik, oh. Ja, die naam, hè? Hey, ja, ja, ja. Ja, die had ik ook, ja. Oh, iemand wat leuk. Oh, ja, iemand. Utopia, in nee, ik heb hem wel gezien in Ena. Het ging niet over jou hoor, maak je geen zorgen. Nee, dat dacht ik ook niet. Maar... Nee, gewoon over de finale en zo. En? You'll see. Nee, grapje hoor, niks ergs. Maar... Ja, dan moeten we zorgen dat we hem eerder hebben opgelost. De escape room. Ja, nogmaals, of... Ja, we beginnen zo. Want met wie moet Ivan nog praten dan? Met mij. Met jou, denk ik. Met jou. Met jou. Met jou. Ja, dus met de hele groep behalve... Oh. Rennende Merel en Frenny. Oh, dat was vader, kerst. Zeg. Ja. Voorbij. Gelukkig is alles net. Nou, maak je geen zorgen, jongens. Er is niks stuk. Ik laat hem maar liggen. Kan hij ook niet nog een keer vallen? Ja. Nou. Situaties. Zoals welke? Zoals deze hier. Praten en je komt dichterbij, het wordt stil. Ah, ja, 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 ja. We hadden het niet over jou, hoor. Ja. Nee, maar het kwam er bekend voor. Dat was het. Dat is ook een escape room, ja. Dan weet je van, hé, wacht even, wat is het? Waar gaat het over? Ja, niks bijzonders eigenlijk. Ja, we hadden de escape room nog binnen, in de silo. Dus ja, dat stond eigenlijk nog op de planning. Ja. Maar ja, dat loopt even een beetje anders. Een beetje anders. Ja. Maar ja, dat is ook niet... Ja, ik heb bijna escape room, jongen. Bijna. Het is allemaal dingetje in je haar. Van de... Ja. Doesn't matter. It doesn't matter. Ach, hé. Een keer te ontmoeten. Hm? We lachen, maar we moeten toch een keer ontmoeten. Ja? Ja? Ik weet het wel. Toen ik hier binnenging, was daar de finale. En mijn moeder is helemaal fan van Ivan. Ja, die moet winnen en dat. Ik zeg tegen mijn moeder van ja, maar ja, ik ga niet meer meemaken. Want dan zet ik al binnen. Pure afgunst, pure jaloezie, wat hier gaande is. Ja. En ik denk, ja, misschien gaat die jaloezie ons uiteindelijk de kop kosten. Maar ik zal er alles aan doen dat dat niet gaat gebeuren. Ja, maar misschien ook helemaal niet. Nee. Je kan niks meer doen dan jezelf blijven. En als het goed is, ziet heel Nederland dat. Tja.
Weet je, net zoals... Maar dan moeten, komt Ger ook bijvoorbeeld en Maris, die komen er steeds meer in een hoek... waarbij ze denken van, ja, nu kan ik er ook eigenlijk niet meer uitkomen. Ze kunnen niet meer terug. En wat moet ik nu? Ja, maar dat... Eerst heb je nog het idee dat je goed bezig bent en dat het een verstandige keuze is. En dan komen er steeds meer dingen op je pad waardoor je denkt, shit. En, het wordt dus wel gezien. Ja, en uiteindelijk kan je dan ook niks anders meer. Je hebt jezelf gewoon in een kutpositie gebracht. Maar net zoals nu ook, weet je, dan komt shownieuws nu langs met Will. En dan is het gelijk de show willen stelen. De leuke, lieve, amicale, sociale vent willen uithangen. En... Ja. Ja, wees gewoon jezelf, man. Op dagelijkse basis laat zien dat hij dat niet is. Ja. Dus, het is allemaal, ik weet niet hoe nep het is. Dat vandaag ook dat hij het takken uit de boom gaat halen en dat dan rond gaat delen bij de geiten. Ik denk, ben je niet goed of zo, jongen? Wat ben je nou aan het doen, man? Ja. Je was nooit, nooit bij de geiten. Nooit. Maar ja, laat hem lekker zichzelf voor lul zetten. En dat is ook helemaal prima. Liever dat hij zichzelf voor lul zet. Ja. En dat is hij ook flink aan het doen. Nou, zeg dat wel. En Maris trouwens net zo goed. Ja, het is ongekend, jongen. Die Milena, maar ze versterkt zich. Iwan zegt net ook tegen mij, hij zegt... hoe loopt het hier nu allemaal? Ik zeg, jongen, we hebben nog een paar dagen, misschien een paar weken. Ik zeg, en mensen komen gewoon om 11 uur in bed. Ik zeg, Milena, Maris, heel de dag in huis. Ik zeg, loop heel de dag met zo'n melden, lopen ze rond. Yeah. Ik zeg, je moet er toch juist nu nog wat van maken? Ja. Ja, dat zou je wel denken. Ja, ja. Ik snap dat niet. Ik zeg, deze tijd komt nooit meer terug. En dadelijk ben je thuis en dan zie je jezelf terug. Loop je alleen maar met zo'n mel. En zie je jezelf elke dag om 11 uur je bed uitkomen rollen. Ja, maar je moet nagaan. Voor sommige mensen is het met name gewoon... Hoe later ik mijn bed uitkom, hoe eerder de dag weer voorbij is en hoe sneller ik weer thuis ben. Ja? Maar dan krijg je een kans om naar huis te gaan en dan ga je niet. Dus ik snap daar gewoon helemaal niks van. Nee, omdat je het niet uit jezelf wil opgeven. Maar wat jij al zegt, opgeven, dat heb je maanden geleden al gedaan. En opgeven is niet per se... Door het continu uit te spreken. Hier in je eentje door de poort heen lopen, dat is niet per se opgeven. Nee. De woorden die je uitspreekt is al genoeg. Ja. Ja, en ik blijf erbij. Ik vind het ook totaal niet utopia waardig. Die twee zeker niet. Nee, maar absoluut niet. Ja. Ach ja. Ja. Ik wil gewoon verder met de dag. Je kan de titel op allerlei andere... In plaats van hier wachten bij een vuur in de kou. Het is alleen maar wachten vandaag. Ja, ja maar ja. Lekker op die webshop dingetjes doen. Het is alleen maar wachten met alles. Vanavond weer verder. Daar hebben wij niet zoveel over te zeggen. Dat is grappig. We hebben zo nog een uur escape room. Nou, ik weet het niet. Het is 3:55. Is de dag alweer bijna voorbij, hè? Oh ja. Hm? Oh, moet even doorgeven over Vitopia en zo, of dat dan wel doorgaat. Hoe laat? Oh, mag ik sporten? Maar zo is het geschikt. Mag je sporten? Ja. Lopen. Fietsen. Lopen, fietsen. Maar meer ook echt niet. Zijn benen. Hé, hey, somber ik door. Hè? Somber ik door. Zijn benen trainen. Ja. Hij moet erg voorzichtig aan doen. Ja. Als ik al hoor wat hij allemaal weer aan het doen is, dan denk ik nou. Hij moet de auto rijden ook als je één keer. Ja, je zou verkeerde beweging. Nee, hij moet echt voorzichtig doen. Fietsen mag je eigenlijk ook niet, hè? Ik mag ook niet fietsen doen. Dus het is wel anders, maar het is wel een borstoperatie. Mm. Ja. Daarom die cross trainen. Het gevaar is ook, zeg maar, wat je ziet bijvoorbeeld met Meer, die ook een operatie daar heeft gehad. Als je te veel gaat doen, dan kan je er je leven lang last van krijgen. En dan kan het verkeerd gaan helen. En dat is hartstikke gevaarlijk. Daar moet je echt mee uitkijken. Littekenweefsel. Ja. Oh, you Chrissy. Do you think I'm pretty? Are the other girls are tempting, but they're not. Oh, I think they're found my super cheerleader. Ik hoop dat ze in de silo de kachel hebben aangelaten. Maar ik denk het niet. Ze liepen net in de shirts, dus. Mm. Ja, die elektrische kacheltjes is ook niks daar natuurlijk.
Nee. Oeh, lekker warm. Nee. Merel heeft er even hout gesprokkeld. Ja. Nou is de kok klaar. Nou ja, goed. Ah. Ja, dat ligt ook allemaal nog hout. Kan er met bodelak? Daar gaan we naar binnen. Even bodelak. Ja, dat is alleen de bovenkant, hè? Dat is zwarte. Oeh, stinkt wel. Koud, hè? Oeh. Nou, doe maar niet meer. Waarom zou je het überhaupt doen? Ja, voor het laatst. Ja? Ja. Neem ik eerst Gerrit mee. Ja, is goed. Top, man. Vind je... Ja? Heb je wat? Ja, ja, tuurlijk. Nee, ja, ik ben... eigenlijk zit ik gewoon te wachten totdat we klaar zijn. Ik hou echt niet van wachten. Ik hou echt niet van wachten. Nee? Nee. Daarom dacht ik, ga maar... Je zou denken dat je dat hier inmiddels wel geleerd hebt. Zo. Uurtjes, uurtjes. Ik hoor de hele tijd uurtjes. Ga je uit. Dat is één. Oh, ik krijg kippenvel. Ja? Oké. Okay. Dus hij is hier niet alleen voor. Ik geloof het niet. Ik geloof het echt niet. Ik heb een gesprek met hem. Ik heb een heel mooi gesprek met hem gehad. Daar Ja, ik ook. Dat echt zeker. Maar hij loopt hier rond. En hij zegt, uurtjes... Het heet het over uurtjes. Maar dat kan ik me niet voorstellen. Dus. Hier echt, Merel. Of ik zit echt compleet mis, maar hier zit een staartje aan. Oh, je hebt het meestal wel goed. Hier zit met Billy had jij ook goed. Ja, hier zit een staartje aan. Hij komt hier binnenlopen. En ik heb een gevoel, maar ik kan het niet uitspreken. Maar daarom vraag ik aan jou, wat heeft hij aan jou gevraagd? Hij heeft heel veel over inwoners aan jou gevraagd. Ja, tuurlijk. Even denken hoor. Oh, het is vreselijk, maar ik vergeet echt zoveel dingen hier. Even kijken, het begon, we liepen daar weg. Toen ging het een beetje over inderdaad van, hoe is het met je? Ja. Ik vind het heftig nu, maar het gaat goed. Zou je graag willen winnen? Ja, tuurlijk wil ik winnen. Waarom wil je winnen? Nou, om die en die reden. Vind je dat je het verdient? Wie vind je dat het absoluut niet verdient? Als jij niet wint, wie mag er van jou dan wel winnen? Daar is het bij ons meer over gegaan. En het is dat ik heb eigenlijk opgegooid. Ik zeg, joh, weet je wat het is? Van wat ik dan niet kan aanzien. Ik zeg, je hebt hier nog een paar dagen. Of een paar weken, misschien wel dagen, heb ik toen gezegd. Ik zeg, en dan snap ik niet dat hier mensen zijn. Die bijvoorbeeld pas om 11 uur uit hun bed komen. En dat deze tijd nooit meer terugkomt. Dat soort dingen. Maar dat balletje gooide ik eigenlijk op. Maar ik heb niet over uurtjes gesproken. Ik meer over weken / dagen. Hij gaat iets doen. Hier zit de staartje aan. Ja, maar dat kan ook niet anders. Hij blijft ook niet voor niks, hè? Nee. Wil is weg en hij is hier nog. Een brief achterlaten gaat hij niet doen. Want inderdaad, hij heeft niks
waar die dat in kan stoppen. Maar misschien stemmen gaan we ook niet met hem erbij. Überhaupt niet vandaag, denk ik. En we gaan natuurlijk met z'n allen afscheid straks van hem nemen bij de poort. Zou die daar dan nog iets gaan zeggen? Of is dit de bedoeling dat wij gaan nadenken, zoals jij nu doet? Ja, ik weet het niet. Maar ik hoor, we gaan vandaag nog iets meer te weten komen over die finale. En hoe of wat, of zal hij een uitspraak doen over hoe hij die finale ziet? Of dat over iemand hier, over iets. Ja, zou goed kunnen. Maar, of laat hij dat gewoon bij ons? Is dit gewoon een soort van reflectiegesprek? Ik denk namelijk dat hij wel met iedereen hetzelfde gesprek voert. Ja. Hij wil van iedereen hetzelfde horen. Of hij vraagt iedereen hetzelfde. Dus dat is natuurlijk om te kijken hoe we erin staan. Ja. Gaat hij daar iets mee doen? Denk het niet. Denk dat hij alleen verslaggever is. Ja. Oh. Ja, ik heb geen idee. Hoeveel is het vandaag? 5 december. Zouden we dan volgende week stoppen? Nee, geloof ik niet. Wie is de lucht, ja. Maar misschien zit ik helemaal mis, maar mijn gevoel zegt het allemaal. Hij is hier met een reden. Ja. Net zoals Billy, die kwam ook met een reden. Ja. Eigenlijk twee redenen. Ja. Billy kwam ons laten inzien van jongens, de finale gaat nu echt beginnen. Ja. En ze kwam de brief brengen. Wat komt hij dan doen? Hij komt ons even uithoren. Nou, dat is allemaal prima. En dan? Ja. Geen idee. Wat denk jij? Ja, ik denk dat hij gaat iets aankondigen van de finale. Ja, ik heb het die gevoel heb ik wel. Dat had ik net, dat zei ik toch, van dat hij gaat zeggen of zo, dat wanneer we stoppen. Ja, alleen maar ik denk dat het nog meer te maken heeft, want het is best wel een inhoudelijk gesprek wat er gezegd wordt. Ja. En het gaat alleen maar over de finale. Ja. Dus je begint natuurlijk even met hoe gaat het om het ijs te breken. Ja. Ja, het zou wel gek zijn als dit het enige is wat hij komt doen. Ja. Het wil gezellig, want het is de winnaar van Utopia 1. Ja. En als Billy ons al wat komt brengen, dan komt hij ons helemaal wat brengen. Ja. Ja? Ik weet het niet. Ik hoop dat je gelijk hebt. Ja, ik vind het wel spannend. Ja. En meisjes? Hoe was het gesprek? Ja? Was wel nieuwsgierig. Ja, was... Oh nee, ik bedoelde met Ivan. Ik bedoelde niet ik dacht van ons. Nee, het was wel ja. Leuk vent. Ja, hè? Ja. Ja. Was hij benieuwd naar je visie over Utopia? Ja. Hoe je tegenaan kijkt, wat voor jou belangrijk in Utopia is geweest, dat soort dingen. Ja. 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 Het is hetzelfde als met de tent. Want dan stonden we daar ook allemaal alleen. We deden niks. Einde bericht. Ja, lullig. Ja, absoluut. Moeten we niet een moeilijk uitleggen ook? Of is het al gedaan? Lijkt me dat dat gedaan is. Ja, ik heb net gezegd zo snel mogelijk. En ik denk dat het wel een beetje is. Meer informatie kan ik niet echt geven. Nee. Maar ik denk wel dat we echt binnen nu en 10 minuten die kant op moeten. Want anders hebben ze wel een probleem. Wie moet er dan nog met Ivan praten? Mariska, ik en jij. Nog 3. Ja? Gaan we meemaken. Wie is er nu aan het praten dan? Moet je zeggen dat ik ook wel graag naar binnen wil. Ik heb best wel erg koud. Ik hoef dat gesprekje ook niet per se, hoor. Nou, ga ik nog maar meer houden. Kan toch? Ik weet niet wat ik er nou precies uit moet halen. Krijg ik dan ineens motivatie om te winnen? Steen, papier, schaar. Nou, dat weet ik niet. Steen, papier, schaar. Weet niet wat er niet in zit. Gaat er niet uitkomen. Wel grappig, hoe het dan hier ook helemaal droog wordt. Ja. Dus het niet die gedachte om te winnen... Te hebben, zeg maar. Ja. Meer. Grappig.
Nou, bootlak brandt dus. Ja. En goed ook. Ja. Dus ik, als ik ooit een boot heb en sowieso een 9x9 balk hoor, die zijn echt wel top om te branden. Eigenlijk zouden we zoiets dus binnen moeten leggen. Dat drogen. Ah, oh, Bill, dat je vieze zuster moet worden. Ja. Leuk. Lief. Dat lijkt je me aan wel te denken is. Niks, ik zat even naar die lampjes te kijken. Is dat zo in gedachten, leek het? Mm. Dan nog maar cookie. Ze gaan straks lekker gourmetten. Mm? Hey. Ja, volgens mij wel. Oh. Denk ik. Ja, volgens mij ook trouwens, ja. Oh. 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 Oeh. Oh, leuk. Oh, sorry. Dat is niet de bedoeling, maar joh, ook leuk. Nee, te weinig denk ik. Er zit geen lontje meer aan. Jawel. Oh. Ah, leuk. Expeditie Robinson. Zei jij meteen, hè? Met de vakken. Ik dacht echt, oh, we gaan... Ik had dat toen, wat ging me toen ook weer... Oh, toen gingen we voor trein-BV stemmen, dat we daarheen liepen. Toen was het net erop. Oh ja, klopt, dat je met papiertje... Ja, had ik niet gedaan. Ik had ook echt, ja, ik doe deze, want... Ik had gewoon zo ingevuld, bam, in die box gedaan. Toen ben ik teruggelopen. Ik denk, duurt mama veel te lang. Ja, ik was als een van de eerste, dus ik dacht, oh, dat vind ik wel grappig om even dat te zeggen. Het duurde me echt te lang, mama. Ik ging ook helemaal fluisteren volgens mij, ja, ja. Een beetje... Ja, mooi. Minder olie in, denk ik. Wow. Ja. Dit is voor mij helemaal geen olie. Lijkt top. Het land waar prostitutie en blauwe mag. Sinterklaas en koning. Wie denk je dat het hier is? Het zou wel stunt zijn, jongen. Maar als hij blijft? Wie nee, als hij zo meteen niemand meer in huis neemt. Een beetje slapen. Oh, ja. Het zou echt luisteren. Ik ga gelijk zenuwen in mijn hoofd. In mijn Ivan gaat hakken met die knoop. Dat snap ik. Zo, oh jee. Volgens mij heeft hij dat een ook ooit een keertje gezegd. Ik had daar een filmpje vast. Je maar schoppen, hè? Ja, nee, maar dan moet je gewoon hakken met die knoop. Maar hij heeft toen destijds, toen hij op Utopia van het jaar was, heeft hij toen moest iemand moest uitsturen. Ja? Ja. Iets van met grote beloning komen grote verantwoordelijkheden of zo. Zoiets was het. Je moet iemand naar huis sturen. Vertel dit toevallig net tegen Merel. Ja. Vet, hè? Nou ja, het is niks voor mij. Hè? Huh? Kijk uit. Het zou niks voor mij zijn. Als het moet, dan moet het. Kijk, hè? Omdat er niemand zelf is gegaan. Nou ja, daar moet nog wel een staartje aan komen, denk ik, hoor. Dus is Wek helemaal niet thuis? Nee, daarom. En hij zei net, ik wil jou als laatste spreken.